Zo, dit is de vierde week van de buurtaanpak. En hoe heet het? Ze zitten nu al bij Roy daar zo. Noem ik dan maar even het tweede zijstraatje van de Voornse straat. Nou, dit is natuurlijk de Lange straat. Ja, inderdaad, dat lijkt mij een doktertje die daar voorbij liep. Maar de tweede fase is begonnen. Hoppa, denk Jan. Zo is nou de situatie. En ik denk dat het nu dadelijk wel een beetje afwachten is wanneer de bestrating er weer in gaat zitten. Nou, ik kan de planning natuurlijk niet helemaal. Maar dit is het dan. Later. Nou, ik sta even bij bij de opslag van de uitvoerder. En dit zou dan zo'n beetje inzoomen. Kijk, dit zou dan onze nieuwe stenen en zeker onze wijk moeten gaan opfleuren. Nou, leuk hoor. Zo, kijk daar zo. Dat is een boompje. Nou, dat is het wel zo'n beetje, denk ik. Zo nog even van deze kant. Gekleurde steentje, rood. Het zal, hier zal de bestrating wel zijn. En dit zal de zijkant wel worden. Nou, de jongens die stoppen er voor vandaag mee. En dit is uiteindelijk het resultaat voor vandaag. Maandag, de 22e van de 9e 2018. En er is best wel weer veel gebeurd. Nou, als het goed is, dan gaan ze morgen... zouden stratenmakers komen, maar even dit zeg ik even onder voorbehoud. En dat zeiden de jongens ook al, want dan gaan ze dus uiteindelijk, hoe heet dit, gaan ze dus achterin bij de Koude Noordse weg gaan ze dan beginnen en dan zo van subsequentelijk naar het straatje waar ik dan weer woont. Hallo. Hoi. En dan, dan schijnt heel snel te gaan. Nou, als het jongens eenmaal gaan starten, dan gaat het bestrating schijnt heel snel te gaan. Nou, tot zover even het verslagje weer van vandaag. En morgen weer een nieuwe dag. Ik zou zeggen, tot morgen. Ja, oh ja, dat is waar. Ja, nee, ik ben een aantal... dagen ben ik flink in de lappenmand geweest. Ik vind dat dit, dat heet dan het woord ziek zijn. En van lieverlee knap ik wel weer op. Dus het kan ook zijn dat ik morgen even niet een filmpje maak. En dan woensdag wel weer. Maar dat zien we wel. Hey, tot de volgende keer.